Zonder mevrouw Roosjes zou ik er nu hier niet staan, denk ik. Ik zou niet tot de finishlijn geraakt zijn, denk ik. Gewoon, nu word ik emotioneel. Want, mag ik wenen? Ja, ze daagt me wel uit, omdat ze weet dat ik van beroeps kom. Maar ze weet dat ik zo, dat ik ze zeg, zo zegt ze dat altijd, ik weet dat je zoveel in je mars hebt. En het komt er ook al uit, maar we kunnen nog trapjes omhoog gaan. Zonder mevrouw Roosjes was ik lang niet de leraar die ik nu ben. Ik denk dat ik zonder mevrouw Roosjes zou ik nu niet zo stralen aan het einde van mijn opleiding. Ik ben Hanne Roosjes, ik ben lerarenopleider hier op PXL Education. En mijn job bestaat voor een stukje uit lerarenopleider PAV zijn. Dus dat wil zeggen dat ik studenten opleid om later te gaan werken met leerlingen uit het beroepsonderwijs, of de A-finaliteit, zoals we dat nu moeten zeggen. PAV is zo'n beetje mijn kindje waar ik ondertussen al 20 jaar mee bezig ben. En het klopt dat ik mijn studenten opleid om voor een kwetsbaar publiek te staan. Zo goed als iedereen in het beroepsonderwijs heeft ergens een kans gemist. Ze heeft mij leren kijken naar de leerlingen uit de B-stroom. Ze heeft het hart, het warme hart dat zij draagt voor de B-stroom, echt volledig gereflecteerd op mij. Als ik voor mijn leerlingen nog maar voor de helft kan inspireren als zij voor mij heeft gedaan, dan vind ik mezelf een verdomd goede leerkracht. Als lector PAV krijg ik een heel divers publiek in mijn eerstejaarsklasse. Dat gaat van generatiestudenten die op 18-jarige leeftijd met een mooi trajectje hier binnenstromen, maar soms ook jongeren uit een kwetsbaar milieu of met een beroepsachtergrond waarvan je misschien zou denken, god, dat is echt niet het publiek om leraar te worden. Kansen geven betekent dat ik daar even overheen kijk en dat ik voor mezelf de tijd neem om te kijken wie kan het en wie kan het niet. En het is niet automatisch de student uit Grieks-Latijn met hoge punten die een goede leraar PAV wordt. Het is echt wel een veel complexer verhaal dan gewoon dat. Zij legt de lat heel hoog. Omdat zij ook vindt, en ik deel haar mening ook, dat wij die lat bij onze B-stroomleerlingen ook heel hoog moeten gaan leggen. Wij mogen het onbereikbare voorleggen aan onze leerlingen en dat heeft ze bij ons ook gedaan. En die onbereikbare dingen worden dan soms heel erg bereikbaar. En ze slaagt er ook in om zelfs wanneer iemand die lat niet haalt, dat op zo'n manier te verwoorden dat die student die dan misschien stopt met de opleiding toch vertrekt met een rugzak vol zelfvertrouwen in plaats van zonder. Dus ook dat is eigenlijk ontzettend belangrijk, hè? Om iemand te kunnen zeggen, je hebt heel veel talenten, maar ik denk niet dat dit iets voor jou is. Ja, in onze klas ben ik de enige die van PSO komt, denk ik. En in het begin schaamde ik me wel voor, maar nu begin ik dat ook door mevrouw Roosjes meer trots daarop te zijn. En zij heeft mij gewoon gezegd van, Maxime, je moet weten van waar je komt. Je bent echt een kampioen. Dat heeft ze letterlijk gezegd. Zo, ja, dat zijn zo die kleine dingen die het echt wel dat heel motiverend maakt voor mij ook. Ja. Zonder mevrouw Roosje zou ik nu niet staan. En dat is heel typisch voor Hanne, dat ze daarbij aandacht heeft voor degenen die waarschijnlijk het minst horen dat ze talent hebben, om die net die krik omhoog te geven en dat talent heel expliciet te gaan benoemen of te gaan beschrijven wat ze goed hebben gedaan, waardoor dat die weer wat extra omhoog gaan als ze iets over zichzelf vertellen of zelf iets mogen proberen te doen. En soms zelfs als ik het niet zo mooi kan verwoorden of niet heel goed kan tonen, zij heeft echt een heel speciaal plekje in mijn hart. Kansen geven, dat is wel iets wat ik heel hoog in het vaandel draag. En ik vind dat dus wel heel tof dat heel wat van mijn oud-studenten dat die dat wel gevoeld hebben. En ik hoop als lerarenopleider dat ik zeer goed geplaatst ben om dat via een soort pay-it-forward-systeem of zo te realiseren. Dat als ik het juiste voorbeeld geef, dat dat naar honderden andere leerlingen doorstroomt door leerkracht die ik aflever, als ik het zo mag zeggen. Dus ja, het doet mij wel wat, omdat het iets is waar ik zelf heel erg in geloof en wat matcht met mijn visie op goed onderwijs.